Hoi, superleuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ben Tess Madeleine en vandaag ga ik samen met jullie origami vouwen. Ik kwam het pakketje tegen en op de achterkant zie je al een beetje alle papiertjes en diertjes en zo die erin zitten. Want wat ik hier dus heel erg leuk aan vind, is dat het allemaal een soort van diertjes zijn die ik kan gaan vouwen. Want vroeger als ik origami vouwde, toen ik klein was, deed ik altijd gewoon hartjes en zo vouwen en vliegtuigen. Dus dit is weer wat anders. Ik heb deze trouwens op een camping gekocht in een speelgoed souvenir winkeltje achter. Dat was 5 euro voor een beetje papier en stickers. Ach ja. Kijk, als we hem openmaken, dan hebben we hier dus, ik denk, alle 3D diertjes die we kunnen gaan krijgen. Want er zitten 3 instructievellen, 47 stickers en 27 vormplaatjes in. En als ik hem dan verder openklap, dan heb je hier dus een origami als eerste. En dan allemaal stickers met eenhoorndingen en zo. En de instructie hoe je ze moet vouwen. Het ziet er best wel makkelijk uit. Maar het is natuurlijk in principe ook voor kinderen. De eerste papiertjes om te vouwen. Dan hebben we hier nog een andere. Ja, kijk, hier hebben we nog meer instructies hoe we het kunnen vouwen. Het zijn dus volgens mij ook echt verschillende manieren om ze te vouwen, zodat ze er anders uit komen te zien. Dus laten we gaan beginnen. Oké, ze zijn allemaal af. Dit zijn ze allemaal geworden. Ik vond het oprecht wel leuk om te maken. Ik vind het fijn om creatief bezig te zijn. En breng me al terug naar mijn jeugd om te vouwen. Alleen vroeger deed ik dan natuurlijk gewoon met gekleurd papier. Ik vind het leuk dat gezichtjes al opgetekend zijn. Het is alleen niet handig aangegeven welk stickertje je bij welke moet plakken. Dus dat had ik denk ik anders gedaan als de makers zijnde. En ik vind het een beetje aan de dure kant. 5 euro voor één zo'n ding. Maar goed, als jij deze video leuk vond, dan blijf je omhoog. Abonneer je natuurlijk op mijn kanaal voor meer video's. Druk ook meteen op het belletje naast de abonneerknop, zodat je nooit meer meldt van mij hoe het te missen wanneer ik een nieuwe video upload. Laat in de comments weten wat voor video's jij nog meer wilt zien op mijn kanaal. Bedankt voor het kijken en tot bij de volgende video. Doei doei!